next to you. Hoi, ik ben Puk, de helft van de Fris Chicks van Coke TV. En vandaag is het een hele sobere dag, jongens, want mijn lieftallige collega Anne zit met de reet op het strand. Maar om het een beetje minder sober te maken, heb ik de hulp ingeschakeld van de beste, de crème de la crème, mijn favoriete collega. Tadaa! Mijn halve coolbox, man. Dit is gezellig, toch? Ja, is dit leuk of is dit leuk? Ja, dit vind ik hartstikke leuk. Ik ben heel benieuwd. Ja? Maar wat gaan we ook weer doen? We zijn goed bezig vandaag. Huk? Ja, sowieso. Kijk jongens, deze hebben we al. Hé, mijn Puk? Ja. We hebben wel enigszins wat opgehaald. Maar dit is niet leuk, hè? Nee, dit is niet leuk. Ik denk dat dit wel leuker kan. Dat kan anders. Dat kan anders. Ja. Dat kan inderdaad anders, want ja, om heel eerlijk te zijn, een beetje prikken in het park, dat vond ik een klein beetje saai. Dus ik heb net van Puk geleerd dat we bij de Fris Chicks, of eigenlijk de Cool Fris Chicks vandaag, altijd een lijst maken. En vandaag is dat de lijst van een cool klimaat. En daar zit het volgende in, een aantal bezigheden hoe we dit net even wat anders kunnen doen. En nummer 1 is plugging. Nummer 2 is trash dating. Ja, en nummer 3, niet onbelangrijk, we gaan daarna plastic fishing doen. Allereerst gaan we pluggen. Dus zeg ik het zo, pluggen? Pluggen. Pluggen. Ploggen. Pluggen. Plugging. Plugging. Ah, maak ze zelf maar wat van. Kom, we gaan beginnen. Kom. Nou, plugging dus. Wat is dat, Puk? Nou, dat is een trend en die komt uit Zweden. En eigenlijk is het niks anders dan gewoon hardlopen. Je vel opruimen wat je ziet. Ja, dus eigenlijk 2 vliegen in 1 klap. Lekker hardlopen, werken aan je lijf, werken aan je conditie. En tegelijkertijd bijdragen aan het milieu. Kunnen we er nog een soort van wedstrijdje van maken? Ja, wie haalt er binnen 5 minuten het meeste vuil op, die wint. Oké, let's go! Waar is dit, jong? Oh, hey. Kijk, dit soort dingen vind je nog. Of niet? Nou, in beweging blijven. Ja. Ik zweep me dood, joh. Hey, jongens. Kijk eens wat een mooi beestje. Mooie avonturen die je beleeft hier tijdens het ploggen. Dit is toch geweldig, hè? Maar die laten we lekker met rust. Zo. Wat is dat voor beest? Is een koe. Goed, anyway. Puk, hoe ging het? Ja, lekker. Ja? Maar conditie is minder, maar... Wie heeft er gewonnen, denk je? Nou. Zo, ja, ik denk dat dit wel duidelijk is. Voor deze is het een stuk zwaarder. 1-0 voor Puk. We hebben het park in ieder geval ietsje schoner gemaakt, maar het is nu tijd voor 102, hè? Ja, jij mag je smoede skills erin gaan gooien. Wat gaan we doen dan? Trash dating. Onderdeel nummer 2. Ja, dit is helemaal jouw ding. Wat houdt het precies in? Je gaat op date, maar om het dan niet awkward te maken dat je geen gesprekken meer hebt, ja? Mag je ondertussen vuil verzamelen. Hoe zijn jouw date skills? Nou, ik ga mijn best doen. Ik weet dat jij een goed team bent. Heb ik van horen zeggen. Ik ga iemand zoeken. Oké, ik ook. Ik heb een kant. Dag heren. Oh, Deutsch? Dankeschön. Ik kan geen Duits of niet. Dag mevrouw, ik ben op zoek naar een date. Ik doe al een beetje aan trash daten. Dank u wel in ieder geval. Is het zo dat mensen altijd aan trash daten doen? Behalve met mij. Ik ben ook wel benieuwd hoe het met Puk gaat ondertussen. Zoek jij een leuke date? Nee, het ligt toch een beetje aan mij. Wat je doet, moet je iemand vragen op een date. Hij is foto's aan het maken van eenden. Ik denk dat ik wel een leukere activiteit voor haar. Hoi! Mag ik jou wat vragen? English, yes, no problem. I'm actually looking for a date today. It's a specific kind of date. You need me to help you to clean? It's called a trash date. All right. And do you like to do it with me? Yeah. What's your name? Dana. I'm Nick. Nice to meet you. So let's take a walk to some other place. One more. Okay. Dit zijn mijn dates. Oeh. En zelfs die lopen bij me weg. Ik heb eentje huilen. You are doing all the work. This is perfect. You did all the work. Yeah, it's a teamwork. Can I give you a hug, Dana? Yes, thank you so much. Thank for you. Today. Is het gelukt? Ik wil het er niet over hebben, Nick. Ja, troost me dan of zo. Ja, ik vind het wel een beetje zielig voor je. Ik heb een prachtige date gehad. Het was ook nog hartstikke gezellig. Wat gaan we doen nu, Puk? We gaan namelijk plastic fishing. Plastic fishing? Ook al genoemd plastic vissen. Nou, we zien al een aantal bootjes, Puk. We komen zo meteen aan bij Plastic Whale. Ik weet niet zo goed wat dat is. Ik ook niet, maar laten we gewoon binnen gaan en dan horen we het daar vast.
Nou, we zijn inmiddels binnen bij Plastic Wheel en we zijn bij Marius. En ja, Marius, wij zijn eigenlijk wel heel erg benieuwd. Wat is Plastic Wheel eigenlijk? Nou, Plastic Wheel is de eerste professionele plastic fishing company ter wereld. Dus wij vissen met duizenden mensen elk jaar plastic uit de Amsterdamse grachten en uit de haven van Rotterdam. En wij maken er hele mooie spullen van. Wat maak je dan zoal? Nou, we maken boten, maar tegenwoordig ook heel mooi kantoormeubilair. Hey, en Marius, weet jij ongeveer hoeveel plastic jullie uit de grachten halen per jaar? Ik weet precies hoeveel flessen wij vorig jaar uit de grachten hebben gevist. Dat waren er 44.168. De boot waar we dadelijk op gaan varen, die is van plastic wat jullie zelf hebben verzameld. De kern van die boot is gemaakt van het plastic, maar als je op de vloer kijkt, dan zie je dus allemaal dopjes zitten. Dat zijn dus doppen die we ook uit de Amsterdamse grachten hebben gevist. Ja. Ja, ik ga in ieder geval heel erg mijn best doen. Drie zakken afval, dat moet je wel gaan lukken. Dan ga ik voor vier. Ga ik voor vijf. Oké, ik denk, Puk, dat we hier erop moeten. Dag, hey, hallo meneer. We worden meteen aan het werk gezet. Zal ik vanaf de kant? Nou, ik denk dat we wel moeten komen aan die vijf zakken. Oké. Zullen we gaan varen? Ja, lijkt me mooi zo. Dit even in je haar doen. Oké. Chipszakjes, plastic, zoveel zooi ligt hier. Zo. Oh, wacht, hij is heel zwaar. Ik moet hier. Ja, lijkt me heel goed. Bij de plastic. Het is eigenlijk wel heel leuk om te doen. Je vangt meer dan een dagje vis in dit geval. Pak een pup. Goed zo. Oh, wat een teamwork. Wij moeten vaker afleveringen samen gaan doen, Puk. Ik denk dat we moeten gaan daten. Word versierd, dit is geen trash date, hè, Puk? Dit is geen trash date. Oh, sorry, maar ik was even vergeten. We hebben redelijk hard gewerkt op de boot net. Heel veel plastic uit het water gehaald, maar ik had dus een idee. Mega goed idee om op deze waterkano's nog even het water op te gaan en de laatste deeltjes plastic nog even uit het water te gaan vissen. Wat vind je ervan? Okay. Is alleen maar leuk, toch? Nou, doe jij het even demonstreren. Ga je rustig, ja? Dan moet ik concluderen dat dit niet helemaal een super plan is. Kom op. Pak het even. Gaat hartstikke goed. Kijk nou. Ja. Niet doen! Kan niemand mij tegen? Kijk, ik heb hem aan. Kom maar aan, Nick. Lekker, Puk. Wat heb je gevonden? Kijk, ik heb hem. Hey. Ik ben echt trots op je, Puk. Kom erbij. Nou, Puk, ik kan wel zeggen dat we een hele hoop plastic hebben verzameld vandaag. Of niet dan? Ja, ik voel me ook echt best wel goed. Ja, ja, we hebben de wereld een stukje mooier gemaakt. Ja, maar het is wel vervelend om te weten hoeveel plastic er op straat en in de parken en hier in het water allemaal ligt. Ja, dat vond ik wel echt triest. Ja, hè? We moeten echt beter opletten, want we maken er gewoon een grote rotzooi van met z'n allen. Mag wel gezegd worden. Wij hebben het in ieder geval heel erg leuk gehad en vonden jullie dit nou een leuke video? Laat het dan even weten in de comments. Druk op die like knop en abonneer op het CookTV kanaal, want dan weet je zeker dat je de volgende aflevering van de Fris Chicks of van de Coolbox jongens, Cool Chicks, Fris Chicks, whatever, niet mist. Ja, en als je ons leuk vond, samen laat het ook even weten, want dan kunnen we misschien ook meer video's maken. Vond ons heel leuk, wel. Ja, ik bouw nog steeds op met ideeën. Is het subtieler? Oké. Jongens, tot de volgende keer! Hey.